We hadden natuurlijk gehoopt op een stuntje. We wisten dat hun heel sterk uit de startblokken zou komen. En dat was ook zo. Ze stonden geloof ik na een kwartier met 1-0 voor. Daarna denk ik dat zij ons goed herstellen. Staan verdedigend goed. Krijgen nog een kansje via half zeuntjes. Maar je gaat met 1-0 de rust in. En dan wil je het eigenlijk zo lang mogelijk zo houden. Want ja, hoe langer het 1-0 blijft, kan je maar 1 goal te scoren. Dan wordt het hier toch paniek. Maar helaas ligt dan al snel de 2-0 erin naar rust. SC Utrecht begon flitsend aan de wedstrijd. Zitten jullie meteen onder druk, speelden in een hoog tempo. Daar konden jullie in het begin eigenlijk geen antwoord op vinden. Nou ja, we hebben veel lopende mensen. Maar ik vond niet dat ze echt hele uitgespeelde mogelijkheden hadden. Kijk, we stonden onder druk, maar we werden niet echt uitgespeeld. Dus wat dat betreft ben ik het niet helemaal met je eens. Maar goed, hun kwamen wel flitsend uit het startblok. En dat wisten we ook, daar hadden we ook op gerekend. Dus het is alleen jammer dat die 1-0 viel binnen het eerste kwartier. Je gaf het zelf al aan, ook een belangrijk moment in deze wedstrijd was meteen naar rust de 2-0. Hè? Dat was misschien wel de finale klap. Ja, nou ja, als je daarna nog 2-1 maakt, dan wordt het nog steeds spannend natuurlijk. Maar goed, wij wilden het zo lang mogelijk op 1-0 houden. En als scoor je in de 89e minuut, maakt het ook niet uit. Die 1-1 zou lekker zijn. En dat dan 2-0 wordt, dat betekent gewoon dat je nog harder aan de bak moet, zeg maar. Maar wij konden dat op een gegeven moment niet meer opbrengen. En dan stap je met een 4-1 nederlaag van het veld af. Ja, en dan is het dan met al toch wel een zure dag. Want ja, je hoopt toch op een stuntje. We hebben vorig jaar natuurlijk ook gestunt, zijn ver gekomen. En dat zou je dan graag weer willen herhalen. Maar goed, mocht niet zo zijn. Dus we gaan op naar zaterdag.